video hier op mijn kanaal. Vandaag spelen we een keer met de Vesper. Of met de Vesper, ik speel met de VMP. Maar ik speel met de Ripper Specialist. En heb als perk erbij staan Overclock. Wat Overclock doet, is het laat jou veel sneller jouw Specialist halen. En omdat je de Ripper al super snel kan halen, is dat gewoon de gouden combinatie eigenlijk. Om constant Rippers te halen. Zoals je ziet, heb ik hem nu al bijna. Als ik deze kill even kan killen. Ik heb nu al mijn Ripper binnen. En we zijn misschien 10 seconden in de video bezig of zo. Althans in het potje. En wat het chillen daaraan is dus. Is dat je constant een Ripper eigenlijk kan hebben. Wat best wel overpowered is. En chill is. Om hem hero te willen halen. Ik heb hem op dit moment al hero. Dus ik hoef het niet meer echt voor te tryharden of zo. Maar het is wel vet om zo snel te kunnen halen. Als je Overclock aanzet, kan je elke special natuurlijk sneller halen. En ik zou het ook gewoon proberen, weet je. Waarom zou je het niet doen? Je haalt punt 1 je special is veel sneller. Ongeveer de... Waarvoor? De Ripper haal je elke 1 minuut wel. Plus... Dan... Laat je gozer heen. Plus overklokken houdt misschien in 30 seconden als je een kill erbij maakt. Dus dat is best handig. Ik heb hem nu alweer binnen. Ik heb ook mijn lightning strike dood. Zet die maar even gewoon in het midden van de map gooien. 1 kill. Ik heb bijna mijn raid. Ik heb even killstreaks op dit moment aanstaan. Even kijken of we weer wat rippertjes kunnen halen. Overklok hier, zie je? Ik heb hem ook pas net aanstaan of zo. Ik gebruik het ook niet echt al te lang. Want ik wist nou niet echt of het nou hielp. Totdat ik natuurlijk de rode quad tempest... Oh shit. Ik moest nog 45 van mijn raid. Omdat ik natuurlijk de serie heb rode quad tempest feed. Zei iedereen bijna wel in de comments van dat ik overklok aan moest zetten. Dus ik heb het ook gedaan. En het werkt echt. Ik moet het eerlijk toegeven. Het werkt super hard. Dus jongens, wil je nou snel je specialist halen, zet het aan. Je kan het best gebruiken bij non-kill specialist, als ik dat goed zeg. Want die haal je in het algemeen al een stuk sneller dan normale specialist. Dat is jouw bedoeling ook. Je wil die specialist halen. Dan ben je natuurlijk een stukje sterker. Er zit in mijn rug, ja, daar kan ik niks tegen doen. Dat wist ik niet. Moet we wel dit potje even winnen, jongens. Kom op. Moet je kijken. Ik ben net doodgaan. Ik kijk hoe snel die alweer gaat. Kijk hoe snel dat ding alweer gaat. Rechtsonder. Mijn rug. Jezus. Iedereen campt in dit stukje. In deze map, jongen. Op dat stukje daarboven. Niet op ons. Mooi zo. Tempest. Holy shit. Die was close. Weer camper daar, hè. Echt, wat een kut, kinderen. Echt, waarom moet je campen, jongen? Ga erop afrennen. Maar dan blijven we ook hier spannen door de kut die met die hier blijven staan. Dan moet ik helemaal omlopen. Fuck off. Opeens zit ze hier ook niet te campen, want dan ben ik echt klaar met deze mensen. Serieus. Waarom? Waarom pak je zo'n game zo erg op? Wacht, wat dat een woord wat ik zei? I don't know. Ik hoorde rechts een van me. Ik vertrouw dit hele stuk nog niet door die kutkinderen die hier zitten, hoor. Maar ik heb mijn ripper. Kom maar. Huppakee. Surgical precision. Kut. Teammate slaat hem al dood. Maar, zit hier een. En dan wordt mijn teammate! Soms kan je heel snel vooruit schieten met die Ripper en soms werkt hij gewoon niet mee. Dat is natuurlijk wel het kutte, maar ja, dat kan gebeuren. Niet alles werkt altijd naar je zin. Die M8S gozer zitten zo hard te campen, serieus. Dat is niet meer gezond. Hij kill me weer. Yvonne44. Fuck you, mate. Echt waar. Jij bent zo'n vieze camper.
Gadverdamme. Niemand mag jou. Echt niet. Je bent echt mislukt in je leven, jij. En hij heeft me weer. Oh, wat een fucking retard ben jij. Jongen. Hoe ga ik? Ik ga 17 om 8, hè. Kijk hoe het begin van het potje ging. Dude, kappen met campen. Wat moet ik nou nog meer zeggen? Ja. What the fuck? Gewoon optieven moet je. Rennen. Je L3 gebruiken. Hier. Kut, Yvonne. Ben je of een chick ben? Als je een chick bent, fuck you. Echt waar. Ben je een jongen? Fuck you. Ben je een weet ik van wat raar mens? Fuck you. Zo. Ik denk dat mijn haat aan Yvonne nu wel duidelijk is. Niet naar alle Yvonne. Zoals je Yvonne heet, even aan het kijken. Love you. Maar deze Yvonne, fuck you. Word ik herkend? Hallo. Shout out naar Yara. Of weet jij? Keiden Kev 11. Welkom jongen, ik ben aan het opnemen. Shout out naar jou. In mijn rug. Ja, twee man. Yvonne weer! Hey Yvonne, leuk dat je me killt man. Bedankt. Vind ik echt heel, dat waardeer ik heel erg dat jij dat doet. Echt. Oh. En nu is wel een M8 hè, zit gewoon in een clan dus. Fucken jullie. En we hebben verloren. Jammer hè. Jammer. Maar ja, we hebben wel laten zien hoe snel het dus kan halen. Daar ging deze video om. Het ging eigenlijk niet om een score of zo. Ik ga er vaker mee spelen. Shout out nog eens naar Keilen Kev 11. Natuurlijk voor het herkennen. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk 6 gelijk zou als we zijn. Tot de volgende keer jongens. Doei.